En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ik sta hier voor de Gold Rush en je zou denken, joh Marco, ben je nou ineens weer teruggegaan naar Slagharen? Je bent, komt toch net van Slagharen vandaan? Wat doe je in Slagharen? Ja, ik ben nog in Slagharen. Ik ben speciaal even teruggegaan om deze video op te nemen. Nee, natuurlijk niet. Dit is van tevoren opgenomen, natuurlijk is dit van tevoren opgenomen. Ik dacht, ik zal een speciale video alvast maken voor de 300 abonnees. De 300 abonnees, het is gelukt als jullie deze video gekeken hebben. Ik moet er momenteel nog 295. Nee, ik heb de 300 abonnees gehaald. Deze video is natuurlijk van tevoren, natuurlijk ben ik niet eventjes voor één klein videootje van, ik denk 10 minuten, 5 minuten, 10 minuten. Daarvoor ben ik natuurlijk niet helemaal naar Slagharen op en neer gereden. Deze video is al van tevoren opgenomen. Ik heb in ieder geval de 300 abonnees heb ik gehaald op mijn kanaal It's Ultrex. 300 abonnees. Ongelooflijk, wauw. Ik heb altijd gedacht van, nou ja, oké, weet je wel. Ik zal net 100 abonnees halen of zo. En dan, dan is het wel weer... Dan is het wel weer zover, weet je wel. Ik zal wel niet boven de 100 uitkomen. Misschien 110 of zo. Maar dat is toch wel het max wat ik kan gaan halen. Nou, inmiddels in 200 abonnees. En nu dus al 300 abonnees op mijn kanaal. Echt fantastisch, jongens. Iedereen die geabonneerd is en die geabonneerd is gebleven op mijn kanaal. Iedereen hartstikke bedankt voor het drukken op het... knopje abonneren en het trouw kijken naar al mijn video's en vlogs en weet ik voor allemaal Feyenoord vlogs, weet ik voor allemaal. Ik ben in ieder geval hartstikke blij dat ik de 300 abonnees gehaald heb en ik loop hier inmiddels in een leeg Slagharen, want het is al na sluitingstijd, maar deze video is dus van tevoren opgenomen. Ja, jullie zal wel gedacht hebben van ja, dat zal hij wel van tevoren opgenomen hebben. Hij gaat toch niet even 300 kilometer rijden, jongens. Het schiet gewoon niet op. Nee, ik ben in ieder geval jullie hartstikke dankbaar. Echt waar, in periodes waarin het goed ging, zijn jullie me trouw gebleven. En ook in de wat slechtere periode die ik natuurlijk de afgelopen tijd gehad heb. Er is natuurlijk een hoop gebeurd en een hoop gezegd en een hoop gedaan. Maar ik ben hartstikke blij dat jullie toch mijn kanaal trouw gebleven zijn. En toch geabonneerd gebleven zijn op mijn kanaal. En ik zou zeggen, jongens, op naar de volgende 300 abonnees. Hè? Dan heb ik er inmiddels 600. Nou, dan weet ik niet of dat ooit gaat gebeuren. Maar het zou natuurlijk wel mooi wezen. Het zou natuurlijk altijd kunnen. Hè? Ik ben nog maar net ruim een jaar bezig nu. Dus het kan allemaal, het kan allemaal. In ieder geval wil ik al mijn volgers dus bedanken. En ook mijn vaste mensen met wie ik eigenlijk vast een soort team ben geworden. Het is natuurlijk een soort team geworden. Er zijn mensen bij die komen en gaan. Maar er zijn ook mensen die trouw blijven. En dat zijn in ieder geval Kevin, sowieso, en Ramon. Dat zijn de twee trouwste mensen met wie ik dus achter de schermen en ook voor de schermen dingen opneem. Naar locaties toe gaan om video's te uploaden, op te nemen en up te loaden. En dingen te maken, speciaal voor dit kanaal. Nou, in ieder geval ben ik die jongens, die twee, ben ik echt ontzettend dankbaar voor hetgene wat hun gedaan hebben. En ook hun hebben een beetje, een beetje de eer dat hun het
mede mogelijk gemaakt hebben dat ik nu al aan 300 abonnees zit. We gaan even een stukje lopen, want jullie weten het, ik ken nooit stilzitten. Ik ben altijd in beweging. Dus vandaag. Dus in ieder geval wil ik hun hartstikke bedanken. Verder wil ik ook natuurlijk bedanken Esther, Marcel. En ook natuurlijk alle trouwe kijkers, zoals Alexander, Ricardo, Saskia. Wie heb ik nog meer? Ron heb ik. Wie heb ik nog meer allemaal? Ja, jongens, jullie weten het allemaal. In ieder geval degene die altijd trouw op mijn kanaal kijken. Geronimo. Kan ik er nog even een paar uit mijn hoofd? Nee, ik weet er even niet meer, maar jullie weten wel wie ik bedoel. Iedere kijker die altijd trouw op de livestreams kijkt, hartstikke bedankt voor het trouw naar de vlogs kijken en trouw naar de livestreams kijken op mijn kanaal. Nou, de 300 abonnees, wat zijn mijn plannen? Nou, er zijn nog een hoop leuke plannen, zitten er nog in het verschiet. Ik wil dit jaar sowieso nog weer eens een keertje even naar de Efteling gaan voor een Efteling opname. Dat is een beetje raar om hier te zeggen, ik ga naar de Efteling. Ik zit nou in Salgaren, dus een beetje concurrentie. Je gaat ook niet in de Albert Heijn kaart roepen van joh, ik ga liever mijn boodschappen doen ik ga liever de boodschappen doen bij Super de Boer. Super de Boer bestaat niet meer. Bij Jumbo of zo. Dat zeg je natuurlijk ook niet. Dus ik hoop gewoon dat ik nog meer kijkers krijg. En we gaan gewoon door met leuke video's maken. Inmiddels sta ik dus voor de Wild West Adventure. Die is dicht. Hij is gesloten. En ik bedank jullie gewoon allemaal. Ik had het echt nooit verwacht dat ik 300 abonnees zou krijgen, maar het is me gelukt. De 300 abonnees zijn binnen op het kanaal. Nou, ik ben benieuwd wanneer ik dit videootje kan uploaden. Deze video upload ik pas als het zover is. Daarom ook deze video. Ik weet niet of dat het deze week nog gebeurt of volgende week. Maar in ieder geval ga ik dit videootje plaatsen. Voor de 300 abonnees. Ik denk ik zal een speciale leuke grappige video maken. Jullie dachten natuurlijk al van ja, Marco heeft al zijn beeldmateriaal al laten zien. Hij heeft al zijn beeldmateriaal al verschoten hier in het Salgaren. Maar nee, ik had nog één videootje lekker stiekem achter de hand gehouden. En dat is dus deze. Ik ben in ieder geval hartstikke blij, gelukkig. En ja, hartstikke tevreden over het feit dat de 300 abonnees binnen zijn, jongens. Wie had dat gedacht? Ik had echt zoiets van, ja jongen, ik had het wel eens bij anderen gezien en ik dacht bij mijn eigen, nou ik ga er gewoon aan naar beginnen. Ik ga het gewoon het avontuur aan en ik ga het gewoon proberen. En kijk eens hoe ver ik toch gekomen ben, ondanks sommige dingen wat toch wel beperkend is. Ik ben niet de allerknapste, dat weet ik zelf ook wel. Ik ben niet de allerslimste, ik ben niet de allerbeste. Ik ben soms niet de allerbeste met presenteren. Ja, maar het is me toch gelukt, jongens. 300 abonnees op It's Ultrex. Ik sta inmiddels langs de Goldrush. En ik ben in ieder geval hartstikke tevreden en hartstikke blij dat ik dit toch bereikt heb. Ik weet nog wel een jaar geleden, mijn allereerste video. Als ik daar terug naar kijk, dan heb ik toch wel weer, denk bij mijn eigen, oh my god, wat was ik toen slecht. Maar alles went. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik een video maakte en mensen tegenkwam. Terwijl ik in de camera aan het praten was, ja, dan denk je ook even van jeetje, oh, ik sta voor lul nou. Nou, ik sta nou gewoon voor in een pretpark sta ik. Ik sta er in de camera te lullen, mensen lopen me voorbij. En in het begin is het gewoon even wennen, weet je wel. Dus, maar het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal wel weer op zijn pootjes terecht. Terwijl hier ineens een verdwaalde cowboy loopt. Kijk, daar loopt een verdwaalde cowboy. Houdie! Kijk, daar loopt een verdwaalde cowboy.
abonneer op It's All Tracks. 300 abonnees. Even schaamteloze zelfpromotie. Zou ik nou zelf nooit doen. Zou ik nou nooit durven. Dus wat dat betreft, ja, iedereen in ieder geval hartstikke bedankt. En we hopen dat we dit jaar, volgend jaar, het jaar erop en nog vele jaren leuke video's, dat ik nog leuke video's kan maken voor jullie. Want voor jullie doe ik het. Ja, ik kan zelf wel video's maken. Ik kan video's editen, kan de muziek onderzetten, kan de gekste dingen uithalen. Ik kan naar de verste plekken gaan. Kan naar de verste plekken gaan waar ik maar gaan kan. Maar ik heb toch ook kijkers nodig. En als ik geen kijkers heb, dan heb ik er ook niet veel aan. Dan kan ik wel een leuk videokanaal beginnen voor mijn eigen. Maar dat is toch niet de bedoeling. De bedoeling is om een zo groot mogelijk publiek bij elkaar, voor zo groot mogelijk publiek mijn video's te maken. Dat iedereen het hartstikke leuk vindt om naar mijn video's te kijken. En het leukste is, als YouTuber zijnde vind ik, dat je, als mensen zeggen van, goh, ik kan al niet wachten op de volgende video. Wat ga je de volgende video doen? Die enthousiasme, dat vind ik gewoon geweldig. Nou, in ieder geval loop ik nu door de Main Street heen. En het is al na sluitingstijd. Ik ga eens even lekker een hapje eten. Ik bedank jullie in ieder geval allemaal voor het abonneren. 300 abonnees, geweldig. Ik bedank jullie ook voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Ja, je weet het, duimpje omhoog. Druk op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden. Abonneer. Like en subscribe. En je weet het allemaal, hoe die dingen allemaal werken. Ik zit echt moedersiel alleen loop ik hier ook. Lopen hier nog wel wat mensen. De restaurantjes is nog druk. Iedereen gaat een hapje eten. En dat ga ik ook doen. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal gauw weer bij een nieuwe video of GTA 5 livestream hier op mijn kanaal. Iedereen de groetjes. En ik see you later, alligator, zou ik zeggen. En die ouders hebben wel meerdere kinderen. Zou zeggen, de groeten hier vanuit een zonrijk. Met af en toe een klein briesje hier vanuit Slagharen. Jongens, de groetjes allemaal. Bedankt. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren, bedankt voor de leuke berichtjes ook. Dat ben ik helemaal trouwens nog vergeten te zeggen. Jullie sturen er ook altijd wel weer een leuk berichtje naar me toe. Van dat jullie de vlog leuk gevonden hebben of een ander. Af en toe is het ook wel eens dat jullie even een berichtje sturen om weer een beetje de schouders eronder te krijgen. Af en toe dan, jullie weten het, ik ben af en toe nog wel eens een beetje deprimannetje. Maar in ieder geval bedankt allemaal jongens voor het kijken en de groetjes. Ciao, bye bye en skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf. Wow.